Een man is op 1 februari tijdens een mishandeling op de Nieuwe Dijk meerdere keren op zijn hoofd geschopt. Het incident is door bewakingscamera's vastgelegd. De verdachte komt hier met zijn vriend voor het eerst in beeld. Ze hebben beiden witte sneakers aan. En net daarvoor hebben ze met andere jongens ruzie gehad in een fastfoodrestaurant aan de Nieuwe Dijk. Daar hebben we geen bewakingsbeelden van, maar het slachtoffer geeft aan dat de verdachte toen al uit was op ruzie en dat daar de eerste klappen vielen. Op een gegeven moment gaan de verdachte en het slachtoffer ook samen naar buiten met vrienden en die vrienden proberen de situatie dan te sussen. Dat lijkt te lukken en alle vier gaan terug het restaurant in, elk naar hun eigen tafeltjes. Als ze klaar zijn met eten, gaan het slachtoffer en zijn vriend weg. Buiten op de Nieuwe Dijk komen ze toch weer in contact met de jongen en zijn vriend. De jongen slaat het slachtoffer dan nogmaals in het gezicht en ze raken met elkaar in gevecht. De verdachte haalt het slachtoffer onderuit, waarna hij hem meerdere keren schopt, ook tegen het hoofd. We vinden de beelden te heftig om in zijn geheel te laten zien. Het slachtoffer ligt al op de grond met zijn armen over zijn hoofd en de verdachte blijft maar doorgaan. Het slachtoffer krijgt ook een flinke schop in zijn gezicht. Na een tijdje grijpen omstanders in en halen de verdachte weg bij het slachtoffer. In de commotie die vervolgens ontstaat, verdwijnt de jongen. Het slachtoffer had veel pijn aan zijn hoofd en moest ook naar het ziekenhuis. Daar bleek zijn letsel gelukkig mee te vallen. Maar dit had natuurlijk veel erger af kunnen lopen. En het slachtoffer heeft alsnog wel enige tijd moeten herstellen. De politie heeft uit de camerabeelden een signalement van de verdachte kunnen opmaken. Het gaat om een ongeveer 19-jarige man met een licht getinte huidskleur. Hij is ongeveer 1,80 meter lang, heeft zwart kort haar en droeg een donkerblauwe sweater en broek. Op zijn donkere jas zat een logo op zijn linkermouw en verder droeg hij witte gimpen. We hopen deze verdachte uiteraard snel te vinden. Als er kijkers zijn met informatie, kunnen ze die delen via de opsporingstiplijn 0800 6070 of via meldmisdaadanoniem op 0800 7000.